Mijn zoontje had op dat moment ook echt zwemles hier. Ik was thuis en mijn vriend die was mee naar zwemles. Die appt me om 2 uur van, het gaat niet goed hier in het zwembad. Dus ik app hem, wat dan? Nou, ik denk niet dat hij nog zwemles krijgt na vandaag. En om 2:15 krijgen we een mailtje inderdaad dat het is afgelopen. Dat ze vanaf zaterdag 4 uur gesloten zijn. Failliet. Had u dat verwacht? Nee, want we hebben januari hebben we nog €180 bijbetaald. Zodat mijn zoontje elke week een uur zwemles heeft in plaats van een half uur. Dus als ik het verwacht had, had ik het zeker niet gedaan. We gaan best een dik bedrag dus al uitjoen hier voor de zwemlessen. Twaar gaan we volledig betalen en twaar die betalen per maand. Dat betekent nou ja, dat we ons beschermen van ja, vakanties, hoe gaan we dat inregelen? Wat dingen kunnen we wel, wat kunnen we net doen? Want het is gewoon een groot bedrag als je in één keer kwijt bent. En ja, dat had net iedereen samen in een potje lezen om bij een volgend zwembad weer even uit te gaan. Denk je dat er überhaupt nog iets van compensatie te hellen is? Of ja, dat ze daar nog mee komen? Maar nou, aan de ene kant net, denk ik. Nee, maar als we niks doen en maar ja en amen knikken, dan wordt het niks. Dus ik heb wel zoiets in. Dat is eigenlijk de reden dat we op een gegeven moment die groepsapp opzetten. Dat we eigenlijk alle mensen graag bielkor hebben wonen. Om te zien van, goh, kunnen we meisje al niets betinken. Dat we dan in ieder geval jet worden. En dat er in ieder geval sjoen wordt naar eventuele mogelijkheden. Ja. Want wat zou een mogelijkheid voor Jim als groep zijnde of van jou persoonlijk wijzen? Nou ja, dat in ieder geval onze band zo snel mogelijk ergens terecht kunnen. He, dat ze gewoon trok in kunnen met wat ze blijven. En qua financiële middelen, ja, het mooiste is natuurlijk als een tegemoetkomen krijgt, maar ik denk net wat dat erin zit, eerlijk gezegd, nee.